Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van twr.be. Met dit programma nemen we u in zo'n vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Vandaag uitzending 614. De vorige keer was Psalm 31 aan de beurt. Dit is een individuele klaagpsalm van David. Klaagzangen behoren tot de oudste literaire vormen ter wereld. Er is een belangrijk verschil tussen klaagpsalmen en klaagzangen. In een klaagzang wordt gerouwd over een voldongen feit. Bij klaagpsalmen is er nog geen sprake van onomkeerbare gebeurtenissen en is er nog hoop dat de Here het tij zal keren. De klaagpsalmen worden onderverdeeld in individuele en gemeenschappelijke. Het is overigens niet zo dat klaagpsalmen alleen maar moeite beschrijven. De problemen worden afgewisseld met het zingen van vertrouwen in Gods kracht en met lofprijs. In Psalm 31 wordt twee keer eenzelfde hoofdlijn gevolgd. David begint met een klaaggebed. Dan spreekt hij zijn vertrouwen uit en tot slot dankt hij voor de verlossing. In het tweede deel volgt hij nog eens deze drie punten. David spreekt in deze Psalm zijn volledige vertrouwen in de Heer uit. De Heer Jezus haalt deze woorden aan wanneer hij aan het kruis hangt. Vader, in uw handen leg ik mijn geest. Het is geen fatalisme, maar een onvoorwaardelijk vertrouwen in de Heere God. Een vertrouwen dat zelfs over de dood heen gaat. In vers 6 neemt het lied een wending: en dankt David voor de verlossing. Het gaat hier echter nog om een toekomstige bevrijding. In geloof dankt hij daar nu al voor. Zo groot is zijn vertrouwen dat de Heere zal antwoorden. Maar ineens schakelt David weer over en stort hij zijn hart vol nood en moeite uit voor de Heer. Zo heen en weer kan het gaan. In dat alles blijft de Heer de onwankelbare rots, de enige die uitreding biedt. Voor David en vele gelovigen is het soms een worsteling. In veel psalmen is er sprake van dankbaarheid voor verlossing, en dat is ook in Psalm 32 het geval. Het gaat daarom verlossing uit diepe ellende als gevolg van zonde. David getuigt van vergeving die de Heer hem heeft geschonken op zijn schuldbeleidenis. In de vroeg-christelijke traditie wordt psalm 32 gerekend tot de zeven boetepsalmen. Strikt genomen is dit niet terecht. Het gaat in psalm 32 niet om een gebed om vergeving van zonden, zoals bijvoorbeeld in psalm 51, maar om een lied waarin de dichter terugblikt en God dankt voor de vergeving die hij hem heeft geschonken. We vinden in psalm 32 de volgende opbouw. Na een zalig spreking, in de versen 1 en 2, getuigt David van de vergeving die hij na het beleiden van zijn zonden heeft ontvangen, in de versen 3 tot en met 5. Zijn getuigenis loopt in de versen 6 en 7 uit op een aansporing tot gebed en lofprijzing. Het tweede deel van de psalm vinden we in de versen 8 tot en met 10, een onderwijzing, en het sluit af met vers 11, waarin alle gelovigen worden opgeroepen om blij te zijn in de Heer, en hem een loflied te zingen. Psalm 32, vers 1. Een onderwijzing van David. Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is. Het opschrift wijst David aan als auteur. Sommigen brengen de psalm in verband met David's zonde, met Bathseba, waarbij psalm 32 dan chronologisch gezien zou volgen op psalm 51, waar David om vergeving vraagt. Maar door andere uitleggers wordt erop gewezen dat in de situatie met Bathseba, David door Nathans profetie tot een keer kwam, en niet zozeer door een innerlijke kwaling, Waarover we lezen in de versen 3 en 4. Het is dus niet met zekerheid te zeggen of het daarover gaat of niet. Het gaat sowieso om een beleden zonde, waarna David vergeving ervaren heeft. En daarover wil hij onderwijzen. Want naast de vermelding van het auteurschap van David, geeft het opschrift ook aan dat het om een onderwijzing gaat. Met andere woorden, het gaat om een leerzaam lied. Het woord dat vertaald wordt met onderwijzing komt hier voor het eerst voor in het Bijbelboek Psalmen. Daarna volgt een zalig spreking. Over het woordje welzalig hebben we het al gehad in de bespreking van Psalm 1. Het gebruikte Hebreeuwse woord voor welzalig wordt ook al vertaald door gelukkig. Het betekent zoveel als een rijk gezegende mens. Psalm 32 begint met een les voor ons allen. Wanneer onze zonden vergeven worden, zijn we waarlijk gelukkig. Psalm 32, vers 2. Welzalig de mens wie de Heer de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Het slot van de zaligspreking heeft het over iemand wiens innerlijk eerlijk en oprecht is. In het licht van Psalm 32 als geheel moeten we daarbij niet zozeer denken aan iemand die zelfs in het diepst van zijn wezen nooit zondigt, maar aan iemand die tegenover de Heere open en eerlijk is, over zijn leven en over zijn innerlijke motieven. Iemand die zijn zonde en schuld niet verdoezelt of verbergt, maar eerlijk en oprecht aan de Heeren beleidt. Als David in de volgende versen zijn eigen getuigenis geeft, zal het duidelijk worden dat de zalig spreking meer is dan een one-liner. Hij spreekt uit eigen ervaring, want hij heeft zelf ook ondervonden dat de Heere zijn schuldbeleidenis heeft beantwoord met vergeving. Psalm 32, versen 3 en 4 Toen ik zweeg, teerden mijn beenderen weg, onder mijn jammerklachten, de hele dag. Want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij. Mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte. David getuigt hoe zwaar het lijden op hem drukte, in de tijd dat hij zijn zonden niet beleed, maar ze voor zich schield, en het verborgene. Ook wij kunnen dit ervaren, wanneer er iets is in ons leven wat we niet willen aan God beleiden. Jezus heeft het nogthans gemakkelijk gemaakt voor ons, toch gebeurt het vaak dat koppigheid, trots of schaamte de overhand krijgt, en we met bepaalde zaken niet naar hem gaan, met alle gevolgen van dien. In Jezaja 59, versen 1 en 2 staat. Zie, de hand van de Heer is niet te kort dat ze niet zou kunnen verlossen. En zijn oor is niet toegestopt dat het niet zou kunnen horen. Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God. Uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat hij u niet hoort. Misschien herken je jezelf hierin. Wel, in dat geval wil ik je meegeven: ook voor jouw zonde is Gods hand niet te kort of zijn oor toegestopt. Ga ermee naar de Heer, zodat ook jij kan zeggen: Wel zalig is hij van wie de overtreding vergeven. Van wie de zonde bedekt is. Psalm 32, vers 5. Mijn zonde maakte ik u bekend. Mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei: Ik zal mijn overtredingen belijden voor de Heer. En u vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. Het boek vertaalt dit vers als volgt: Toen heb ik al mijn zonden beleden en niets voor u verborgen gehouden. Ik zei: Ik zal de Heer alles opbichten. En toen hebt u mijn schuld vergeven. David wil helemaal niets voor de Heer achterhouden. Het is deze openheid die leidt tot een ommekeer. Daarna mag de dichter het uitroepen en zingen. Ja, zo werkt de Heer. Bij een mens die zijn zonden niet toedekt, maar deze beleid en openlegt, vergeeft de Heere en neemt hij ze weg. In spreuken 28, vers 13 staat: Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn, maar wie ze beleid en nalaat, zal barmhartigheid verkrijgen. Psalm 32, vers 6. Daarom zal iedere heilige tot u bidden ten tijde dat u zich laat vinden. Voorzeker, een overstroming van machtige wateren zal hem niet bereiken. Hoewel de volgende verzen bij het gebed tot de Heeren horen, vormen ze ook indirect een aansporing voor de gemeenschap. Blijkbaar is David niet alleen, maar bevindt hij zich in een gemeenschap van gelovigen. Deze gemeenschap wordt trouwens ook in vers 11 aangesproken. David bidt dat allen die toegewijd zijn aan de Heer vrijmoedig tot hem zullen bidden. Deze woorden worden gevolgd door een tijdsbepaling, waarvan de betekenis onzeker is. Maar die wordt uitgelegd als op de tijd dat de Heer zich laat vinden. Daarmee geeft de dichter op een indirecte manier aan dat bidden niet te vergeefs is, ook al is de tijd van antwoorden voor een mens onbekend. Psalm 32, vers 7. U bent mijn schuilplaats, u beschermt mij voor benauwdheid, u omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Iemand die zo de Heer zoekt, is ten allen tijden veilig, zelfs al komt grote ellende op hem af, dan nog zal God hem beschermen. Daarom beleidt David opnieuw, maar in meer persoonlijke woorden, dat de Heere zijn schuilplaats is, die hem bewaart voor moeilijke omstandigheden. Psalm 32, versen 8 en 9. Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan. Ik geef raad, mijn oog is op u. Wees niet als een paard, als een muildier dat geen verstand heeft. Zijn bek houdt men in toom met bid en toom. Dan kan hij u niet te nakomen. Dan volgt een onderwijzing die een duidelijk wijsheidskarakter draagt. Zowel de spreker als de aangesprokene worden vermaald in het enkelvoud. Maar wie zijn zij? Het ligt voor de hand dat het woord gevoerd wordt door de Heer zelf, of uitgaande van de cultische context van de psalmen, een tempel die naar die namens hem spreekt. De aangesprokene is dan de psalmist, die hier zijn beleidend gebed tot de Heer beantwoord ziet. De Heer belooft de psalmist te onderrichten, hem te onderwijzen in de weg die hij moet gaan en hem raad te geven. Ook zal de Heer zijn oog op hem houden. Deze woorden verzekeren van Gods nabijheid en bescherming bij het wandelen op de weg van de Heer. Daarna worden de dichter en de gemeenschap door de Heer opgeroepen: niet te zijn als een paard of als een muildier dat met bid en toom in bedwang moet gehouden worden. Het beeld vormt een aansporing tot gehoorzaamheid. Wees niet koppig, maar blijf dicht bij de Heer, zodat hij je niet met harde hand moet corrigeren, zoals bij David het geval was. In het licht van de eerste helft van Psalm 32 houdt het concreet in dat iemand, bij besef van zonde, niet moet aarzelen deze aan de Heer te beleiden. Psalm 32, vers 10 De goddeloze heeft veel smarten, maar wie op de Heer vertrouwt, hem zal de goedertierenheid omringen. De onderwijzing wordt afgerond met een algemene wijsheidsspreuk, die wat betreft inhoud en stijl overeenkomsten vertoont met het Bijbelboek-spreuken. Een goddeloze of iemand die zonder God leeft, krijgt veel zorgen en moeite te verduren. Maar wie op de Heer vertrouwt, wordt door zijn liefde en goedheid omringd. Die liefde omvat ook zijn vergeving. Psalm 32 vers 11. Verblijd u in de Heer en verheug u rechtvaardigen, zing vrolijk alle oprachten van hart. Zoals ik reeds aangaf, de Psalm sluit af met een oproep aan de gemeenschap. Zo vindt de zaligspreking uit de openingsversen zijn weerklank in de gemeenschap, die zich verheugt over de genade en vergeving van de Heer. De gemeenschap wordt opgeroepen zich in de Heren te verheugen en voor de Heren te juichen. De rechtvaardige of gelovige is in het Oude Testament en Nieuwe Testament niet iemand die zonder zonde is, maar iemand die in de juiste verhouding tot de Heren staat. Tot slot nog dit. De boodschap van Psalm 32, de oproep tot beleidenis van zonden en Gods antwoord van vergeving, vindt zijn weerklank in heel het Nieuwe Testament, en het bijzonder in de eerste brief van Johannes. De apostel Paulus citeert de eerste twee verzen van Psalm 32. In Romeinen 4 en brengt deze direct in verband met Genesis 15, vers 6, waar gezegd wordt dat Abraham op God vertrouwde en daarom beschouwde God hem als een rechtvaardig mens. Beide citaten functioneren in Paulus' betoog als voorbeelden van toegerekende rechtvaardigheid zonder werken van de wet. In Romeinen 4 maakt Paulus ook duidelijk dat er op dit punt geen verschil is tussen besneden en onbesneden zijn. Gods goedertierenheid is er voor iedereen die gelooft. We gaan nu Psalm 33 lezen en bespreken. Psalm 33 is een loflied. Na een oproep tot lofprijzing, in de versen 1 tot en met 3, worden in de versen 4 tot en met 19 verschillende redenen gegeven waarom de Heer te prijzen is. Centraal staan de macht en verhevenheid van de Heer, die Hij aanwendt ten gunste van Zijn volk. De Psalm sluit af met een lofprijzing en een gebed, waarin de Heer ook zelf wordt aangeroepen. Psalm 33, versen 1 tot en met 3. Zing vrolijk in de Heere, rechtvaardigen. Een lofzang past de oprechten. Loof de Heeren met de harp. Zing psalmen voor Hem met de harp. En de dienstnaren geluid. Zing voor Hem een nieuw lied. Speel wel luidend met vrolijke klanken. Anders dan in de voorgaande psalmen, kent Psalm 33 geen ikvormen. Om die reden kunnen we Psalm 33 typeren als een loflied van de gemeenschap. Zoals dat vermoedelijk in het heiligdom door het koor van tempelzangers is gezongen. Deze psalm heeft geen opschrift. Sommigen schrijven de psalm al dan niet terecht aan David toe. Psalm 33 opent met een drievoudige oproep tot lofprijzing van de heren. De hoorders worden aangespoord voor de heren te juichen en hem de lof toe te zingen. En wel met muziek en zang. Laten zij hem loven op de harp, voor hem musiceren op de tien snare Laten zij een nieuw lied voor hem zingen en begeleiden met blijde klanken. Het lofzingen met een nieuw lied impliceert dat het verlossend handelen van de heren telkens actueel is en vraagt om nieuwe woorden van lofprijzing. Over een nieuw lied lezen we ook in Openbaring 5 en 14. Psalm 33, versen 4 tot en met 9. Want het woord van de Heere is recht, en al zijn werk betrouwbaar. Hij heeft gerechtigheid en gerecht lief. De aarde is vol van de goedertierenheid van de Heere. Door het woord van de Heere is de hemel gemaakt, door de geest van zijn mond, heel hun legermacht. Hij verzamelt het water van de zee als een dam. Hij sluit de diepe wateren op in schatkamers. Laat heel de aarde voor de Heer vrezen, laat alle bewoners van de wereld bevreesd zijn voor Hem. Want Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Gods woorden misleiden niet. Hij houdt zich aan Zijn beloften. Een mens mag en kan de Heer geloven op Zijn woord. God die met zo'n kracht spreekt, is een God van wie de woorden inderdaad betrouwbaar zijn en vaststaan. Wat Hij zegt, gebeurt. Daarom moet heel de aarde Hem eren en ontzag hebben voor Hem. Hij is de schepper. Psalm 33, vers 10 tot en met 19. De Heere vernietigt de raad van de heidenvolken. Hij verbreekt de gedachten van de volken. Maar de raad van de Heere bestaat voor eeuwig. De gedachten van zijn hart bestaan van generatie op generatie. Welzalig het volk dat de Heere tot zijn God heeft. Het volk dat hij zich als eigendom verkozen heeft. De Heere schouwt uit de hemel en ziet alle mensenkinderen. Vanuit zijn verheven woonplaats aanschouwt hij alle bewoners van de aarde. Hij vormt hun allerhart. Hij laat op al hun daden. Een koning wordt niet verlost door een groot leger, een held wordt niet gered door grote kracht. Het paard geeft valse hoop op de overwinning en bevrijdt niet door zijn grote kracht. Zie, het oog van de Heere is over wie hem vrezen, op hen die op zijn goedertierenheid hopen, om hun ziel te redden van de dood en hen in het leven te behouden wanneer er honger is. Nee, het is geen menselijke kracht die verlossing kan schenken en bescherming biedt, maar de Heere die bescherming geeft. Daarom is het ook zo'n geruststelling dat niets hem ontgaat. Juist op hem die de Heren dienen, rust zijn oog. Hun lot ontgaat hem niet, en als oppermachtige Heer, hebt gij krachtiger in, dan met menselijk vertoon van kracht ooit maar mogelijk zou zijn. Psalm 33, versen 20 tot en met 22. Onze ziel verwacht de Heere, Hij is onze hulp en ons schild, want ons hart is in Hem verblijd, omdat wij op Zijn heilige naam vertrouwen. Laat Uw tierenheid over ons zijn, Heren, zoals wij op U hopen. Psalm 33 sluit af met een gebed waarin het verlangen naar voren komt dat de Heer de woorden die eerder als beleidenis gesproken zijn, ook inderdaad zal waarmaken. Aan de andere kant komt ook meermalen in andere psalmen naar voren dat de Heer niet altijd ingrijpt en dat de zijnen soms wel degelijk in benauwdheid of honger verkeren. Toch geven de woorden van Psalm 33 aan dat in Gods omgang met de zijnen verlossing de norm is. Daar mogen gelovigen altijd naar blijven uitzien, ook al zijn er situaties waarin deze verwachting pas later in het leven wordt gerealiseerd. Of zelfs pas daarna. In het Nieuwe Testament wordt niet direct uit Psalm 33 geciteerd, maar de thema's die erin bezongen worden, krijgen wel een extra dimensie. Psalm 33 bezinkt de macht en betrouwbaarheid van het Woord van God bij de schepping. Het Nieuwe Testament maakt duidelijk dat Gods spreken in macht en majesteit eerst en vooral klinkt in Jezus Christus. U heeft geluisterd naar door de Bijbel. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Het werk van Dr. McGee werd reeds in meer dan honderd talen bewerkt. Door de Bijbel is de Vlaamse versie. Meer info over Through the Bible en andere bewerkingen vindt u op www.ttb.org. Bovendien is bij de productie van het programma dankbaar gebruik gemaakt van de Studiebijbel van het Centrum voor Bijbelonderzoek. De Studiebijbel online werd gebruikt voor research en wordt ook met toestemming regelmatig geciteerd. Meer informatie vindt u op www.studiebijbel.nl. Wij raden een abonnement op de Studiebijbel-app aan, als u nog dieper op de Bijbel wilt ingaan. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be Verder kan u op onze site terecht www.twr.be voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Courchement en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.